Het is woensdag 9 oktober. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Spinnen houden vrachtschip buiten Rotterdamse haven. Schiedamse aannemer spant kort geding aan tegen oud-burgemeester Verver. En brandschade AVR staat Komst Pretpark niet in de weg. En morgen gaat het flink regenen. Het aldus. Donderdag vallen verspreid over het Rijnmondgebied een aantal stevige buien. Dat kunnen buien zijn met hagel, met onweer en zelfs ook met windstoten. Overigens staat er ook langs de kust een straffe wind. Een windkracht 6 uit het noordwesten. Boven land is de wind matig tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5. En tussen de buien door slechts af en toe een zonnetje. En het is vrij koud met een temperatuur van slechts 13 graden. Maar tijdens een stevige bui is het nog een paar graden kouder. Nou, straks kom ik natuurlijk bij u terug en dan kijken we alvast naar het weekend. Het klinkt als een scenario van een horrorfilm. Spinnen die een containerschip beletten de haven binnen te varen. Dit werd gisteren werkelijkheid voor een schip geladen met onder meer citrusvruchten. Tot er duidelijkheid was over de identiteit van de verstekelingen, mocht het schip geen millimeter verder varen. Pas toen het bleek te gaan om de bruine weduwe, mocht de Dalstellenbos door naar de Rotterdamse Waalhaven. Waar zitten al die spinnen? We kunnen ze niet vinden met de camera, want we mogen niet in de buurt komen. Het schip, afkomstig uit Zuid-Afrika, wordt nu helemaal nagekeken. Meer dan 1000 containers moeten één voor één omhoog worden gehesen. Daar lopen de mensen van Rentokil eromheen met slakkentaren, stofzuigers en zo. En dan wordt alles daar weggehaald. En uiteindelijk, als de hele boot leeg is, en dat is een aardige operatie, het gaat dag en nacht door overigens, dan wordt aan de binnenkant van de boot wordt die ontsmet door Rentokil. De goederen die nog door moeten naar andere havens, die worden weer teruggezet. En de rest vervolgens zijn weg in Nederland. Dus het is echt wel een mega-operatie. Walter Getreuer, expert op het gebied van reptielen, begeleidt de bestrijders van Rentokil. Hij heeft twee bruine weduwen van het schip meegenomen. Ja, dit is hem dus, die bruine weduwe. Ik ben heel erg blij dat hij in een bakje zit, want ik hou echt helemaal niet van spinnen. En gelukkig, qua grootte valt hij me nog mee. Ziet er eigenlijk een beetje uit als een gewone huistuin- en keukenspin. Maar hoe gevaarlijk is hij nou eigenlijk? Hangt een beetje van je gevoeligheid af. Hij kan redelijk gevaarlijk zijn, maar deze spin is absoluut veel minder gevaarlijk dan een echte zwarte weduwe. Maar ben je er heel erg gevoelig voor of heb je een allergische reactie? Ja, dan kan je wel redelijk ziek worden. Maar echt dood aangaan is normaal gesproken geen sprake van. Het valt dus nog mee, maar het is niet de bedoeling dat de spin zich gaat vestigen in Nederland. De vraag is dan ook hoeveel van die beestjes er op het schip zitten. Dat is moeilijk te zeggen. We hebben er over de 50 in totaliteit gevonden. En daar praat ik ook mee de 19 spinnen die ze al eerder hadden gevangen. En zo'n boot van binnen, daar kan je moeilijk overal kijken. Dus feitelijk kunnen er gewoon heel veel zitten. Een paar honderd, misschien wel duizend. Het is nog niet eerder voorgekomen dat een schip de haven niet mag invaren omdat er onbekende beestjes aan boord zijn. Toch denkt Getreuer dat er wel vaker dieren aan boord zitten. Dit is wel de eerste keer dat het ook heel erg netjes gemeld wordt. Dat gaat alle lof aan de rederij en de kapitein. Tot ze hier gewoon open kaart over hebben gespeeld. Tot ze ook hun verantwoordelijkheden nemen. En tot deze actie daarop gevolgd is. Of de spinnen ook in de containers zijn gekropen is niet bekend. Dat moet nog worden onderzocht. Voor de rechtbank in Rotterdam heeft vanmiddag een kort geding gediend tegen oud-burgemeester Verver van Schiedam. De rechtszaak was aangespannen door het aannemingsbedrijf dat het huis van Verver verbouwd heeft, maar nog steeds wacht op geld. Oud-burgemeester Verver stapte in 2010 op na beschuldigingen van machtsmisbruik en een conflict met aannemingsbedrijf van de Tempel. Nu, na 5 jaar, zegt de aannemer nog steeds geen geld te hebben ontvangen. Eerder bepaalde de rechter al dat Verver nog €275.000 moet betalen. De oud-burgemeester zegt dat het veel minder is, omdat veel werk niet goed is gedaan en daarvoor wil ze niet betalen. Bij de rechtbank, verslaggever Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, eerder heeft de rechter al gezegd dat Verver de rekening van de aannemer moet betalen. Waarom is er dan nu toch weer een kort geding? Dat is een tussentijdse uitspraak van de rechter in een hele lange bodemprocedure. Die echte uitspraak, die definitieve uitspraak, die laat nog even op zich wachten. En de aannemer is nu bang dat in die tussentijd de familie in financiële problemen komt en dan hun rekeningen niet meer kunnen betalen. En dat hij dus naast zijn geld grijpt, bijvoorbeeld door een faillissement. En dus is de aannemer nu opnieuw naar de rechter gestapt, heeft in kort geding gevraagd, laat ze alsjeblieft zo snel mogelijk mijn rekeningen betalen.
Goed, laten we even heel kort doornemen dat er een behoorlijke hypotheek op het pand rust. Wat de exacte waarde is, die zal ergens tussen de 1,6 en de 1,8 miljoen zijn. Dat betekent bij gedwongen verkoop dat er een restschuld is, een behoorlijke restschuld. Dus die hangt boven het hoofd. Wij hebben een forse vordering. Wij weten dat de Belastingdienst een vordering heeft. Om de simpele reden, dat heeft u ook daarnet gemerkt en gehoord, dat er door ons een beslag is gelegd onder de Belastingdienst 1,5 jaar geleden met het verzoek teruggaan van de hypotheekteruggave, de rente daarvan. In ieder geval zodanig dat wij de zekerheid hebben dat het geld ook onze kant uit kan komen. En wij hebben van de Belastingdienst in maart 2012 een brief ontvangen. Dat hoort de Belastingdienst ook aan je te melden. En daarin staat dat er een forse belastingschuld is. En dat er dus geen mogelijkheid is om dat beslag te effectueren in een zinvolle betaling. Nou, en de aannemer is dus bang dat ze ook die andere manieren om geld terug te krijgen gaan verliezen als ze niet snel ingrijpen. Wilma Verve, de oud-burgemeester, was vandaag niet zelf aanwezig. Ze werd vertegenwoordigd door haar man en haar zoon en die wilde niet voor camera reageren. Er is natuurlijk de vraag hoe het nu verder gaat, Jan Roelof. Die lange zaak gaat verder op 6 november. De familie wil die rekeningen dus niet betalen omdat ze zeggen het is broddelwerk. Nou, daarvoor moet een deskundige nu in het huis gaan kijken. 6 november moet duidelijk worden wie die deskundige wordt, of die er überhaupt komt. Ja, en dan kan het nog wel eens weken, maanden duren voordat die definitieve uitspraak er is. Dankjewel, Jan Roelof Visser. En straks de strijd om de grootste. 80. De gemeente Dordrecht gaat opnieuw het eigen ambtenarenapparaat flink inkrimpen. Op Prinsjesdag werd al bekend dat Dordrecht 3 miljoen euro extra per jaar moet bezuinigen. De wethouders maakten vandaag bekend hoe ze dat willen doen. Onder het genot van een jusje en een krentenbol werd vanmorgen door de wethouders gesproken over de begroting 2014. Daarbij draait het natuurlijk om de vraag waar kan op bezuinigd worden. Op de pont naar Werkendam zegt wethouder Mos. Nu legt de gemeente Dordrecht jaarlijks nog 2 ton bij. Straks is dat nog maar de helft. Ja, wij denken toch echt dat de tijd gekomen is dat niet alleen Dordt de rekening betaalt van het veer, maar dat ook Werkendam en mogelijk ook de provincie Zuid-Holland en Brabant een bijdrage doen. Die hebben er allemaal belang bij. Dus ja, wij vinden het echt terecht dat die ook een deel van de rekening gaan betalen. Of die bijdrage er ook echt komt, is maar de vraag. Dat maakt de toekomst voor dit veer onzeker. Ik zit hier ruim 13 jaar. Ja, dat is toch nog een poosje langer werken. Dus, Zijn dit soort berichten toch wel verontrustend? Nou ja, het is natuurlijk toch nooit leuk als je zulke soort verhalen allemaal hoort. Maar zei ik, het is allemaal zo vers en zo. Maar met alleen de bezuiniging op de pont is de gemeente er zeker nog niet. Daarom gaat wethouder Sleking opnieuw snijden in de eigen organisatie. Sinds 2010 nam het aantal ambtenaren van de gemeente al af met ruim 100. Nu moeten nog eens 60 mensen vertrekken. We kunnen op dit moment gedwongen ontslagen ook echt niet meer uitsluiten. Veel werk valt weg, veel activiteiten vallen weg. En het zou natuurlijk raar zijn als je al die mensen die daarop zaten aan het werk kunt blijven houden. Dat gaat gewoon niet. De gemeenteraad van Dordrecht buigt zich in november over de begroting. De gemeente Rotterdam investeert al jaren te weinig in het onderhoud van basisscholen. De Rotterdamse Rekenkamer schrijft dat in een rapport en zegt zich zorgen te maken over de situatie. Het onderzoek wijst uit dat er jaarlijks voor 7 miljoen euro geïnvesteerd zou moeten worden in schoolgebouwen, maar dat de gemeente niet verder komt dan 4 miljoen. Volgens de Rekenkamer heeft de gemeente er geen flauw idee van hoe de scholen er nu bij staan. Volgens de onderzoekers gaat slechte huisvesting ten koste van de leerprestaties van kinderen. En de Rotterdamse lijnbaan bestaat vandaag op de kop af 60 jaar en dat werd uiteraard gevierd. Met gebak, muziek, een terugblik en een blik in de toekomst. In optocht paraderen oud-ondernemers en de huidige ondernemers over de lijnbaan. Ze bekijken foto's van vroeger, want er is heel veel veranderd in 60 jaar. Toen waren er allemaal specialistische winkeltjes, maar nu zijn het allemaal grote winkelbedrijven geworden. En dat geeft een andere sfeer, maar het is natuurlijk ook de wens van deze tijd, van de consument van nu. En de veranderingen gaan gewoon door, want de lijnbaan moet natuurlijk met de tijd meegaan. Het nieuwe toverwoord is duurzaamheid. Daarom werden vandaag 2 watertappunten in gebruik genomen. Ja, duurzaamheid is een kernthema, ook hier in de stad, maar zeker ook voor de lijnbaan.
En die duurzaamheid die vertaalt zich natuurlijk ook in gewoon water uit de kraan drinken in plaats van uit een flesje. Dan hoef je er niet mee rond te slepen. Heb je niet allerlei plastic flesjes die op straat komen. En op deze manier zorg je ook nog eens een keer voor een extra duurzame lijnbaan. Maar het blijft niet alleen bij een duurzamere lijnbaan. Er wordt ook nog volop nagedacht over het verbeteren van alledaagse ergernissen. Het is altijd druk, het is altijd gezellig. Tenminste tot 6 uur. Hè. Wij willen graag dat het veel langer open blijft. Nou, waar het vooral om gaat is de kwaliteit van het buitengebied, zoals wij dat noemen. Dus er moet meer schoongemaakt worden, frequenter schoongemaakt worden. De verlichting moet in ieder geval altijd branden. Al dat soort dingen moet gewoon heel goed op orde zijn. Dan kan je ook als mensen hier komen, dan hebben ze ook het gevoel dat ze hier welkom zijn. Nou, proost en wordt vervolgd dus. In Den Haag hebben ongeveer 3000 mensen gedemonstreerd tegen de nieuwe bezuinigingen op de publieke omroep. De afgelopen weken waren er al spotjes op radio en tv tegen de bezuinigingen. De huidige coalitie van VVD en PvdA wil 100 miljoen euro bezuinigen op de publieke omroep. Dat bedrag komt bovenop de eerdere korting van 200 miljoen euro. De omroepen vrezen dat de bezuinigingen tot een versraling van het aanbod zullen leiden. Ook de 13 regionale omroepen worden getroffen. Zo raakt RTV Rijnmond mogelijk zo'n 20% van de subsidie kwijt. Toch lijkt een meerderheid van de Tweede Kamer de bezuinigingen te steunen. De nieuwe metroverbinding naar het station Hoek van Holland Strand komt veel dichter langs de huizen dan gedacht. De afstand tot woontorens aan de Strandweg bedraagt hooguit 15 meter. De stadsregio belooft geluidsschermen, maar de bewoners zijn met stomheid geslagen. Kunnen hem straks bijna aanraken. Zo dicht langs de appartementen in Hoek van Holland komt over 4 jaar de metro. Nou, dan zeggen ze, dat doen we geluidsschermen. Nou, geluid gaat omhoog. Nou, kan je nagaan hoe hoog die schermen gaan worden. Dus we gaan zo tegen schermen aan zitten kijken. We wisten ervan toen we de appartementen kochten. Maar we hadden zoiets van, nou, het zal zo vaak niet lopen. Dat hij er zou komen, ja, kijk, liever willen we niet. Omdat wij als bewoners er sterk op achteruit gaan. De NS sprint in een Hoek van Holland Strand. Stopt nu nog op bijna 1 kilometer van de kust. Wanneer de RET het spoor in 2017 overneemt, wordt met metrostellen tot aan het strand gereden. Het verlengde spoor komt dan tussen deze afzetting en deze gebouwen. We wisten al iets, maar dat het zo dichtbij zou komen, dat was voor ons ook een verrassing. Tenminste voor mij ook een verrassing. De mensen die hier aan de achterkant wonen, die hebben een prachtig uitzicht. De vossen, de konijntjes. Ja, wat moet je hier met een metrolijn? En wij zien ook het nut er niet van in. Als men het huidige station handhaaft en men vandaar uit vooral met de mooie dagen een busdienstonderhoud naar het strand, dan ben je ook klaar. Het tracé een stukje verderop in de duinen aanleggen kan niet, want dat is beschermd natuurgebied. Volgens de stadsregio staan de plannen grotendeels vast, maar niet wat de bewoners betreft. Het lijntje door de duinen, daar hebben we er weinig last van. Als dat om dat huisje daarin gaat, is er geen punt. Maar het mag niet, hè? Nee, voor de vogeltjes en zo, dan mag het niet. Nou, wij zijn dan nog minder als dieren. Want de dieren gaan voor de mensen, daar komt het dan op neer. En op de redactie, Dennis van Eersel. Dennis, over een maand begint het nieuwe korfbalseizoen. En dat gebeurt zonder de Dordtse grootmacht Detels. Ja, de Dordtenaren degradeerden vorig seizoen toch wel vrij kansloos uit de korfballeague. En ze bereiden zich nu dus voor op een jaartje in de hoofdklasse. En dan zou je zeggen, Detels, wat je zegt, toch een grootmacht in het Nederlandse korfbal. Die club wil natuurlijk zo snel mogelijk terug naar het hoogste niveau. Maar daar denken ze in Dordrecht toch anders over. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in de zaalcompetitie verloor Detels met ruime cijfers van het Nederlands korfbalteam. Oranje was op bezoek in de Detelshal met 32-13 te sterk. Het is een aardige graadmeter die aangeeft dat terugkeren op het hoogste niveau van Nederland voor Detels een zware taak zal zijn. Maar promotie is dan ook niet per se het doel. Ik vind dat we steeds beter gaan spelen en daar moeten we onze winst uit halen. En dan moeten we als Detels zijn het terugpromoveren op het moment dat we er ook aan toe zijn. En dat we niet een beetje heen en weer gaan zitten bewegen tussen de korfballeague en de hoofdklas. Maar dat als je terugkomt, dat je er ook weer blijft. Tegenstander Oranje neemt aan het eind van dit jaar afscheid van Jan Schauke van der Bos. De bondscoach won alles wat er te winnen valt in het korfbal. Met als laatste kunstje de World Games van afgelopen juni. Nu is hij aan zijn laatste maanden bezig. En veroordeeld tot oefenwedstrijden en de groep fit houden. Ja, ik vind het jammer. Ik had nog wel even verder gewild. Maar ja, ik denk dat KNKV, dat zou ik zelf over 2 jaar waarschijnlijk nog zo vinden en over 4 jaar ook.
Dus ja, ik vind het jammer, maar ik snap heel goed dat ze ook eens een keer wat een vernieuwing willen. De Korfbal League begint op 8 november met PKC Fortuna. Dat is de herhaling van de finale van vorig jaar. Dan heb ik ook nog wielernieuws, want Nicky Zeilaert gaat fietsen voor het Boels Dolmans Cycling Team. Het nichtje van Leontien Zeilaert gaat daar in de formatie van volgend jaar plaatsnemen en wordt dus ploeggenote van de huidige wereldkampioenen tijdrijden. Dat is Ellen van Dijk. Dankjewel, Dennis van Eersel. Gitzwarte wolken dreven op 30 september over Rotterdam door de brand bij voormalig afvalverwerker AVR aan de Brielse Laan. En nu, 10 dagen later, lijkt de schade mee te vallen en is duidelijk geworden dat de plannen voor de bouw van een pretpark geen gevaar lopen. Ondernemer en eigenaar Henny van der Mos neemt verslaggever Justus Kooijman mee het terrein over. Ja, ze belde mij. Dat de tent in de brand staat en ik dacht, oh, wat nou? En toen kreeg ik al gauw bericht dat ze het weer onder controle hadden, dus... Nee, echt paniek is er bij Henny van der Most niet geweest. Hij zat in het buitenland toen hij hoorde over de fik. De schade bedraagt ongeveer een half miljoen euro. Valt mee? Ja, valt mee. Dat valt altijd tegen, maar... van binnen valt mee. De stakkelsers is allemaal nog heel gaaf. Het is buurtbeplating en wat dakbedekking. De 63-jarige van der Most is daarom deze week alweer hard aan de slag. Hij overlegt wat met de sloper en ook de architect komt een kijkje nemen. Want over ongeveer 2 jaar moet het familiepretpark opengaan. Kunt u al wat voorbeelden geven? Wat gaat hier precies komen? Waar we nu staan, er komt helemaal een betonplaat. 5 meter, 10.000 vierkante meter en daar komen de attracties op. Dus hieronder gaan we straks parkeren en erbovenop komen de attracties. De precieze uitwerking van het ontwerp ontstaat gedurende de bouw, zo legt Van der Most uit. Ik pas een beetje de attracties naar het gebouw aan. Dus ik zeg gewoon in dat gebouw, oh, daar kan ik bordrouders in. Als ik straks een filmzaaltje maak, dan zeg ik, oh, die zaal, daar kan ik een filmzaaltje maken. Het is gewoon praktisch denken. Ik heb ook wat voor negen nog een expert hier van de verzekering. En Van der Most wil door. De gemeente heeft 1 coördinator aangesteld die zijn vragen snel kan beantwoorden. Dat komt er ook. Achter de schermen zal wel heel bureaucratisch wezen, maar ik heb er niet te veel mee te doen. Daar houdt u wel van, geloof ik, hè? Daar hou ik wel van, ja. Zowel binnen als buiten komen attracties, maar er wordt ook ruimte gemaakt voor horeca en veel groen. En wat wordt de entreeprijs, weet u dat ongeveer? Nee, ongeveer, nou, we zitten 7,5 euro de basisprijs te denken. En voor sommige grotere attracties zal extra moeten worden betaald, zoals voor de Evolution. Op 4 poten met een arm en die draait en die gaat dan over de kop, 36 meter hoog. Maar zover is het dus nog lang niet. Voorlopig zal Van der Most nog zo'n 1 à 2 keer per week vanuit Overijssel naar Rotterdam moeten rijden om zijn nieuwe droom te laten uitkomen. 2,5 uur 's ochtends. Ja. Dat is afzien. Nu heeft hij wel wat erover dan, hè? Voor, Tuurlijk, ondernemen, hè? Dat is het mooiste wat er is. Hoe kweek je de grootste pompoen van Rotterdam? Die vraag houdt leerlingen van 5 basisscholen al maanden bezig. Want sinds mei doen ze mee aan de wedstrijd Beste Pompoenkweker van Rotterdam. Met vandaag het laatste weegmoment. En dit zijn de pompoenen en dit zijn hun kwekers. Hoe zwaar de pompoenen precies zijn moet nog blijken, maar dat ze groot zijn is zeker. Die kunnen we niet wegen, dat is jammer. We schatten 33. De opdracht was van, je krijgt voor ons allemaal een plant en we gaan kijken wie de zwaarste pompoen kan laten groeien en hoe je dat moet laten doen. Dat kun je zelf thuis of op school nazoeken. Dus had iedere school zijn eigen aanpak. We hebben ook veel mest gegeven. Ik heb ook een beetje de onkruid weggehaald. We hebben er gewoon elke week een beetje naar gekeken en dan gewoon gekeken hoe groot die is geworden en zo. Maar dit team gebruikte ook neushoornpoep. Een goed plan volgens de verzorgster van Blijdorp. De mest is namelijk goed bruikbaar vanwege het voedsel van de neushoorn. Ze krijgen hier andijvie, peen, allerlei soorten groenten. Ze krijgen wilgetakken en dat soort spul wat ze heel graag eten. Zitten aan de 80. Dat is te veel. Toch zorgde de neushoornpoep uiteindelijk niet voor een overwinning. 70. Ja, nou. Dit is 80. De titel ging uiteindelijk naar de jongens van de Eben Haezer. En die waren daar natuurlijk erg blij mee. Van harte gefeliciteerd. En het geheim hebben ze niet verklapt. Dat was het voor vandaag. Meer nieuws vindt u op onze site rijnmond.nl. Ik wens u nog een hele fijne dag verder.